Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik ben hier weer met een soort van vlog. Het is eigenlijk een gechallenge boodschap. Een gechallenge boodschap die gisteravond beetje bij beetje is beginnen doorkomen. Ik lag eigenlijk in mijn bed en de verantwoordelijke van de Galactische Federatie stond al klaar om het een en ander door te geven. En ik had gezegd dat hij moest wachten tot vandaag. Maar de reden daarvoor is omdat eigenlijk ook mijn team aangaf dat het eigenlijk weer tijd was voor een wake-up call. Nu, hier in het noordelijke halfrond, waar ik onder andere woon, gaan we binnenkort weer de winter in. En je zal het wel eens met mij zijn over de afgelopen jaren, dat die periode dan eigenlijk het begin was van heel veel angst. En de kinderen gingen weer naar school, de virussen kwamen terug op, ook al waren het maar gewoon verkoudheden, maar dus je weet wat er allemaal aan de grond was. Dus de reden daarvoor ken je ondertussen. En zelfs degenen die eigenlijk nooit geen nieuws bekeken of er niet zitten op te wachten, die wisten eigenlijk wel wat iedere keer wat er weer aan de hand was. Maar dus nu gaan we weer opnieuw een nieuwe cirkel in van de winter. En wat is de boodschap? Komt er eigenlijk ook een nieuwe cyclus aan in het proces van ontwaken? En daar gaat deze video over. Ik ga straks de gechallenge boodschap dat ik neergeschreven had voor in mijn nieuwsbrief, dat ik ook daar gedeeld heb, ga ik aan jullie voorlezen. Want er zitten heel veel belangrijke stukken in. Heel veel belangrijke dingen over waar dat we moeten naar kijken, waar dat we collectief gezien moeten mee bezig zijn. En dus, je gaat zien in de 3D-wereld, dus in de realiteit, dat er hier en daar al tekenen verschijnen van wat dat we mogen verwachten. Maar laat je niet vangen, want dat is eigenlijk net heel de illusie van het hele proces. De vraag is van, geloof jij nog in tekorten van gelijk welke waarde dan ook? Gaat het over oliën om, of gas, of voedsel, of water, of wat dan ook. Kijk, een heel simpel voorbeeld. Een afgelopen zomer heb ik geen enkele keer iets gemerkt van het watertekort. Ja, er waren stukken en stukken in de omgeving, in de natuur die droog waren. Maar als je gewoon je ogen opendeed en eigenlijk de wilde natuur inging, dan was er geen sprake van die droogte, van die tekorten. Dus let op aan wat je gewoon aanneemt als een waarheid. Want dat is hetgeen wat hij deze winter en een groot deel van 2023 zal ervaren. En daarom is mijn taak om zoveel mogelijk mensen nu al te versterken, nu al wakker te schudden. En de boodschappen zoals deze dat ik zo dadelijk ga meedelen, om die de wereld in te sturen. Dus help mij, als je ook een lichtwerker bent, help mij de boodschap te verspreiden. Help mensen wakker maken. Help ze naar zichzelf gaan kijken. De mensen van mijn nieuwsbrieflijst, die hebben als eerste natuurlijk de boodschap gekregen. Dat is het voordeel van ingeschreven te zijn op mijn nieuwsbrief natuurlijk. Want op dat moment dat ik die informatie ontvangen heb, heb ik eigenlijk de informatie rechtstreeks gechanneld en neergeschreven. Ik wist op voorhand ook niet wat er ging komen. Ik wist zelfs niet dat er eigenlijk een boodschap ging komen in die nieuwsbrief. Maar zo werkt het dus. Nu, dit wordt dus een iets langere video. Waarom? Omdat het eigenlijk een redelijk lange boodschap is. Misschien ga ik mijn best doen om niet te snel te lezen. Maar als je het dus wilt, hoe ga ik het doen? Ik ga de boodschap ook als een blog op mijn website zetten. Dus als je het wil nalezen, dan kun je het ook daar gaan. En dan ga ik het linkje hieronder de video plaatsen, zodat je het ook daar kan gaan nalezen. Maar het is zo'n wauw boodschap dat ik het niet wou. Omdat er heel veel mensen zijn hier die niet mijn blogs lezen of die niet op mijn nieuwsbrief staan, wou ik het zeker op deze manier ook meedelen. Want het is zo krachtig. Dus de boodschap komt van, hoe heet het? Ja, de afgevaardigde van de Galactische Federatie. Oké, de boodschap is: lieve mensen, we zijn hier in talrijke hoeveelheden aanwezig om jullie te begeleiden naar het volgende level van ascensie. En dit betekent ook dat we op een diepere laag van angst terechtkomen. Een niveau waar we heel lang voor gevreesd hebben, net omdat dit de hardnekkigste laag is. Er zijn zoveel conditioneringen en programmeringen dat ze als een automatisme en dus als gewoon aangenomen worden. Niemand staat er nog bij stil. Met name ook het stuk waar veel lichtbrengers en wijsjongers nog vastlopen. Let op als je een van die mensen bent. De media, wat de anderen zeggen, hoe dat zou moeten gaan. Jullie zijn zo hard vastgezogen in het bewustzijn van gescheidenheid, alleen zijn en slachtofferstukken dat het lijkt alsof jullie één voor één machteloze wezens zijn die hier komt doen wat een ander je opdraagt. Zie, net dat is het stuk waar jullie DNA eons geleden werd voor geprogrammeerd.
En waar jullie nu voor elk voor jullie zelf de kans van krijgen, voor krijgen om van los te breken. Het lukt je natuurlijk niet zo. En toch is het super eenvoudig. Het is een keuze. Het is bewust worden op een heel diep niveau, zien waar jij zelf nog tegenhoudt, waar jij zelf nog klein houdt. Een eigen gecreëerde gevangenis in stand houdt omdat je niet gelooft dat er een andere mogelijkheid is. Je blijft geloven in beelden van verlossingen en sommigen houden te strak vast aan theorieën die hun behoefte aan uitleg voedt. Tegelijkertijd is datgene wat hen als een verlossing lijkt te zijn, ook weer opnieuw een valkuil. En pas wanneer je alle gehechtheden loslaat, pas wanneer je in staat bent om je eigen stem te volgen, wetende dat je alles om je heen kan verliezen, dat is het moment waarop verlossing, en ik moest het tussen haakjes zetten, verlossing, plaatsvindt. Het is een plek in jezelf waar je die rust en vrijheid zal vinden. En dan zal het universum als een prachtig samenspel van alchemie dat aan jou weerspiegelen. Er zijn niet twee werelden. En dan bedoelen ze over de 3D-wereld en de 5D-wereld. Maar er zijn zoveel werelden als er zielen zijn. Ja, niet zoveel als er mensen zijn, want er zijn veel meer zielen, veel meer energieën actief hier op aarde dan wat je kan zien met je blote oog. Leer werken als een opgestegen meester. Leer zien waar de kracht van jouw energie ligt en ga je leven leiden als de ziel die je bent, niet de mens die je bent. Zelfs het jezelf zien als een mens beperkt je in jouw mogelijkheden. Angsten, schaduwen, visies, overtuigingen, duale emoties. Dit alles is inherent verbonden aan je mens zijn. Dus leer wat het betekent om niet langer een mens te zijn. Zie jezelf zoals dat wij jou zien. Een energie die zichzelf leert uit te drukken. Die zichzelf leert te realiseren hier op aarde in ruil om terug eenheid te voelen. Om meer onvoorwaardelijke liefde als bron van jouw geluk en balans te ontvangen. Werk aan jezelf, ga naar binnen en laat niets je wijs maken. Vorm je eigen mening en wat je moet weten, zal je weten, met of zonder media. Je leeft niet het leven van iemand in Rusland of in Australië als je in België, Nederland of waar dan ook woont. Je leeft niet het leven van je partner, noch van je kinderen, want jullie zijn allemaal andere uitingen van dezelfde energie, namelijk stukjes liefde. Het zou mooi zijn als we één pasklaar antwoord hadden voor al jouw vragen. Maar niet alle vragen dienen een antwoord te vinden. Sommige vragen zijn het niet waard om jouw kostbare energie aan te verspillen. Jij als meester moet kiezen welk leven dat je wenst te ervaren. En dan zal het universum je tonen welke stappen je moet nemen om te ontvangen. Alles is energie. Alles geeft zijn unieke frequentie. Net zoals deze woorden die we vandaag met jullie moeten delen. Elke vibratie resoneert met liefde of met angst. En het een kan niet aanwezig zijn zolang je ruimte laat voor het andere. En dat bedoelen ze, liefde kan er niet zijn als je ruimte laat voor angst. Wat kies jij? Welke dimensie wil jij ervaren de komende maanden en jaren? Welke wereld wil jij vormgeven? Daar gaat de komende periode over. Wat kies jij als individu? Want dat zal weerspiegeld worden in de keuzes die jullie als collectief maken. Kies je voor een crisis? Ga je uit van een crisis en daardoor minder gaan uitgeven? Of weet je dat er al overvloed is? Dat er altijd meer oplossingen zijn dan problemen? Wanneer je contrast ervaart, is er ruimte voor groei en verandering. Waar je leegte ervaart, is er ruimte voor iets nieuws. Waar je donkerte ziet, is er ruimte voor meer licht. En waar je koude voelt, is er tijd voor meer liefde. Beslis nu om het anders te gaan doen. Om anders te gaan leven, om te zijn zonder meer. Om begripvol te zijn voor mensen die nog niet zo ver zijn. Ze hebben het vermogen nog of niet, dus nog stond er zo haakjes. Ze hebben het vermogen niet of nog niet om naar het leven te kijken zoals dat jij doet. Zie jezelf niet als meer of beter, want jullie lopen allemaal het pad van bewustwording. Het zijn de ware meesters die niet opscheppen over wie ze zijn en wat ze kunnen. Hun leiderschap en impact wordt gevoeld door wie ze zijn, en dat weerspiegelt zich in hun gedrag. Wat geen uitleg of verantwoording hoeft. Zij weten, zij leiden en ze zijn liefde in al hun facetten. Ja, deze zielen zijn hier met een grotere missie.
Maar ook hier besef dat zij ook in hun mens zijn uitgedacht en beperkt worden. Wees zorgzaam en behulpzaam. Wees van dienst en kijk hoe je een ander kan helpen. Het zijn niet de grote dingen die een verschil maken, maar wel de kleine. Een lief woord, een bedankje, een knuffel. Dat zijn daden van ware liefde. En zo veranderen jullie de wereld, hart voor hart, met een T. Nooit hart met een D. Nooit met betogingen, maar met een andere manier van zijn. Uiterlijk protest wordt de kop ingedrukt. Innerlijke verandering kan niet tegengehouden worden maar of nog gesaboteerd. Maar het is uiterst krachtig, want het laat mensen anders voelen. Het daagt mensen uit om anders te gaan denken. En daar is onze economie echt op gebaseerd. Geven en nemen van energie. Banken zullen hun aanpak moeten veranderen of zij zullen deze verandering niet overleven. Geld vertelt jullie niets over wat goed is of wat meer waarde heeft. Het is een systeem dat veel te lang misbruikt is en daarom kwam crypto in jullie wereld. Echter, ook daar werd vanuit het oude systeem restricties opgelegd, met als doel nieuwe systemen te doen falen. Mensen geloven nog veel te vaak wat hun wordt voorgeschoteld. Ze proeven niet, ze denken niet na voor zichzelf. Het zijn zelfs geen herkauwers, ze slikken gewoon. Het systeem wordt zwak, waardoor dat ze nog meer geloven. Hun systeem wordt zwak, waardoor dat ze nog meer geloven in alles wat hen verteld wordt. Om uiteindelijk te sterven en dan pas als ziel te zien waar ze zichzelf hebben voorgelogen. Wanneer angst rond ik of de anderen, alles in die mand of niks, wanneer dat zal minderen en de massa het voordeel van de verschillende structuren zal zien, dan pas zal crypto als voorbeeld in waarde stijgen. Net omdat de mensen niet meer het gevoel zullen hebben omdat ze moeten kiezen tussen traditionele beleggen, het banksysteem en het nieuwe gedecentraliseerde blockchain gebeuren. Mensen laten welvaart en geluk nog te vaak afhangen van geld en dus van de schommelingen in de beurs. Maar wanneer dat ze gaan begrijpen dat de schommelingen meer en meer ook gaan zien als het resultaat van hun eigen emoties, hoe stabieler crypto gaat worden. En beseffen dat deze emoties bepaald ook weer en gestuurd worden door een elite, en dat is een minderheid, die de wereld wenst te controleren. Die wenst te bepalen wat dat er waarde is, wat dat er veel geld waard is en wat niet. En dus de elite probeert de energie te bepalen. En dus hoe meer hij dat spel doorziet, hoe duidelijker dat de verandering gaat worden op 3D. In de realiteit, met andere woorden in jouw realiteit, in de wereld dat jij ervaart. Hoe meer crypto zal aanvaard worden en geïntegreerd worden als een nieuwe manier van energieuitwisseling, waar het nu gekend is als een quick fix om rijk te worden, hoe meer dat blockchain als technologie zal omarmd worden om los te komen van vaste stugge structuren. Waar dat iets wat dat slecht was in het begin, of werd tentoongespreid, of werd zo in de wereld ingestuurd als iets terecht slecht, omdat er veel ruimte was voor oplichters om hierop mee te stromen op het nieuwe, dat ondermijnde de geloofwaardigheid van crypto, van heel veel dingen. Maar zie hoe dit ook weer gestuurd werd vanuit die elite. Crypto is ontstaan enkel alleen maar met als doel om uiteindelijk krachtiger en vanuit een zuiverde, meer integere manier verspreid te worden, net zoals het systeem van de blockchain. Niet degenen die crypto kopen zijn het probleem, maar wel degenen die de systemen er rond opzetten en die het proberen te beïnvloeden vanuit controle, vanuit die macht. Crypto kwam in het leven om mensen te leren hoe de stroom in hun eigen emoties samenhangt met materie. En meer nog in deze situatie met geld, en dus met waarde. Omdat de gekende klassieke banken al veel te ver verwijderd zijn van die eenheid, werd crypto in het leven geroepen. Want het is belangrijk dat mensen dat leren gaan zien, dat je dat gaat gaan ervaren, dat je weet dat de stroom in je eigen emoties samenhangt met jouw materiële wereld. En door meer vanuit die visie te gaan werken, hoe meer inzichten dat je zal ontvangen om het uiteindelijk te maken in de vernieuwde wereld, in de vernieuwde financiële wereld. Maar alles is jouw keuze. Hoe dat jij denkt dat jouw leven kan verlopen, dat is wat je nu nog sneller en nog meer zal ervaren de komende maanden. In service voor ieders hoogste goed, de afgevaardigde van de Galactische Federatie.
Dat was de gechannelde boodschap. Zoals dat ik gezegd had in het begin, als je het wel opnieuw gaat lezen, en ik raad het echt aan, want er staan heel belangrijke inzichten, hele belangrijke knooppunten aan, waarin dat je zal zien waar je zelf nog te maken hebt met je eigen schaduw. Ga dan naar terug. Ga het gaan opnieuw lezen. Luister het dus nog 100.000 keer opnieuw. Het maakt me niet uit. Maar zorg dat je het begrijpt. Zorg dat je het volledig in je leven omarmt. Dat je het leeft. Want hetgeen wat gezegd wordt, ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Eigenlijk is dit een kans om inzicht te krijgen en nog dieper te ontdekken wat dat de waarheid is van wie dat jij bent. En ik zou zeggen, als jij de koe bij de hoorns wenst te nemen, dan is dit eigenlijk de ideale periode om je leven op een positieve manier te gaan veranderen. Ik heb in 2022 een traject gecreëerd samen met mijn team en meester Kutumi, waar een van de opgestegen meesters is, waar we op een hele krachtige manier dieper uitleggen, heel dat systeem wat ik daarnet gezegd heb, om inzicht te krijgen, om dieper te ontdekken wat dat de waarheid is van wie je echt bent. Zodanig dat je een duidelijker en overzichtelijker begrip hebt van jouw authentieke zijn, van jouw energie, wat dat betekent is om als een energie hier in een fysieke wereld te leven. En zo zal jij de juiste manier vinden om haal te creëren, om betere relaties te vormen, om een levensstijl te gaan kunnen leven dat echt resoneert met jouw authentieke energie. Uiteindelijk gaat het over dat je een weerspiegeling van de waarheid van wie dat je bent, dat je dat gaat gaan neerzetten. Relaties die je waarderen en respecteren voor wie dat je echt bent. En uiteindelijk, doorheen dat traject, krijg je sleutels, zodanig dat je weet hoe dat je een grotere welvaart en beter gezondheid op elk vlak van je leven kan gaan vormen. Dus meer balans kan gaan creëren. Je zuivert jezelf van alle conditionering, alle programmeringen, alle dingen die ooit gebeurd zijn, tot op het diepste niveau van je DNA. Zodanig dat je meedogenloos en zonder scrupules gewoon jezelf kan zijn. Je authentieke zelf wordt. Dat je weet wat dat betekent om van daaruit te leven. En van daaruit, vanuit die energie, je leven vorm te geven. Dat is wat ik elke dag doe. Dat is wat ik aan mijn klanten, die met mij één op één samenwerken, die in het ondernemerstraject samenwerken, maar ook in dit traject. En met de boodschap dat ik van het weekend gekregen van de afgevaardigde van de Galactische Federatie, begreep ik maar hoe krachtig dat traject is om te leren werken met die universele vlammen. Om echt mijzelf aan de slag te gaan. En zelfs het idee van dat transformatie lastig en moeilijk hoeft te zijn, dat schaduwwerk lastig en lang hoeft te duren, dat gaan we allemaal counteren. Dat zijn allemaal ideeën die vanuit de hogerachtig, vanuit die elite, gewoon op jou geplakt worden, gepusht worden, gelegd worden. Hoe moet ik het al uitdrukken? Gewoon omdat ze niet willen dat je in jouw kracht gaat staan. Gewoon omdat ze willen dat mensen in die slachtofferrol, in dat machteloosheid blijft hangen. Maar ik wil dat niet. Ik wil dat je vooruit gaat. Ik wil dat je deze kans niet laat liggen. Als je de transformatie zou zien van iedereen die met mij samenwerkt, dan zou je niet twijfelen. Dan zou je gewoon springen. Springen met je ogen dicht. Omdat je weet, oké, als Lindsay daar zo hard in gelooft en zo hard daar doet wat ze moet doen. Ik word er zelfs heel emotioneel van, zodat tranen zo beginnen te gaan stromen. Maar het is zo belangrijk voor iedereen. Als jij niet leven hebt dat je wilt gaan, en dan gaat het hier zelfs niet over als je een tweelingvlam of niet bent. Het gaat erover dat je gewoon het leven kan leiden dat ik voel en ervaar, dat jij ook voelt en ervaart dat mogelijk is. En dat kan op een hele eenvoudige, efficiënte manier. Maak het niet langer lastig en moeilijker dan dat is. En zet die mind uit. Luister voor één keer naar je gut feeling, naar wat je voelt, naar die diepste. Dat diepste verlangen van je ziel, want dat is de weg vooruit. Dat is je kompas. Diepe zucht. Ik hoop dat we heel veel mensen mogen bereiken. Dat we echt een impact kunnen hebben. Nu al. Dit jaar nog. Dit najaar nog. Met het volgende traject. Dus het traject, waarom zeg ik dat zo? Het volgende traject, omdat traject de live sessies zijn in het voorjaar en het najaar. Maar dat dit najaar echt een impact heeft. Zodanig dat we in 2023 met zoveel mensen al wakkerder zijn. Dat we niet meer in die valkuilen lopen van crisissen en zo meer. Zodanig dat we dat kunnen gaan counteren. Dat we het hier anders kunnen gaan doen. Dat we kunnen tonen aan mensen van, kijk, nee, het is niet zo. Het hoeft niet zo te zijn. Het kan anders. Het is niet ja of nee. Het zijn oneindig veel mogelijkheden. Dus alsjeblieft, werk met mij mee.
Kom in het traject, begin met het traject. Zijn er termijnbetalingen mogelijk? Zijn die nog te duur? Stuur mij een mail, we vinden er wel iets op. Het gaat erover dat we zoveel mogelijk mensen wakker krijgen. Dat we zoveel mogelijk mensen in de kracht zetten. En dat doen we via de Universele Vlammen, want die zijn superkrachtig. Ik ga het hierbij laten. Ik ga nog een aantal andere video's maken, maar deze was de belangrijkste voor deze maand eigenlijk zelfs. Zo, dat was het. En tot in de volgende.